zet hem op, hè? Toch nog bij de laatste drie. Ja. En terecht. Amanda die is net gisteravond teruggekomen uit Nicaragua, waar zij heeft rondgetrokken met een groep gehandicapten. Ja. Dus die is er helaas niet bij. Het is gestopt, get out! Ja. Oh. Ik vind het wel leuk om te zien. Alleen het is ook wel heel grappig, want we worden ook wel echt steeds fanatieker, vind ik. En af en toe denk ik wel eens, als je dan iets ziet van jezelf, dan denk ik, oeh, dat is wel heel fanatiek eigenlijk. Ja. Maar... ja. Ja, het is zo'n mooi avontuur als je dat zo terug ziet. Ja, het is een geweldige reis die je ziet. Ik vind ook dat is heel leuk om te zien. Zeker al die plekken, die mooie plekken die zoveel indruk hebben gemaakt. Ja. Dat je die weer terug ziet en dan herbeleef je eigenlijk de avonturen die je daar hebt meegemaakt. Aan de andere kant is het nog maar 10% van eigenlijk wat ik in totaal heb meegemaakt. Weet je? We hebben ook s'avonds nog zoveel lol gehad. Wat, dat de camera er niet bij was. En met dat we ons tentje moesten maken of wat eten bij elkaar moesten scharrelen. En, nou ja, daar zeg maar je leventje op poten zeg. Ja. Welterusten. We sliepen in een tent en de wc was gewoon buiten. En de douche was ook een riviertje inderdaad. Het was gewoon heel koud. Het regen, want je gewoon 's ochtends een beetje wakker gemaakt. En zeiden, oké, daar is een bergklimmer. Ja. Heel lekker dat je een vrij onnadenkend leven hebt eigenlijk. Ja. Je hoeft verder niks te regelen. Dus ik kwam ook heel uitgerust, toch omdat het best wel zwaar was soms. Maar ik kwam heel uitgerust terug eigenlijk. Ik weet nog wel dat we allemaal bij elkaar kwamen en dat iedereen echt ziet elkaar, weet je, want niemand kent elkaar natuurlijk, dat we elkaar echt een beetje aankijken van best wel spannend eigenlijk, want je weet helemaal niet wat je te wachten staat. En hier begint de expeditie. Het was ook heel raar toen ook echt iemand wegging, zeg maar, want dat weet je ook wel. Ja, niemand wil gewoon de eerste zijn en dan besef je ook eigenlijk in één keer, oh ja, het is allemaal wel heel gezellig met elkaar, maar er gaat wel steeds weer iemand weg. En dat vond ik ook best wel gek hoor. Het is ook wel heel veel fysiek. En ik weet vanuit de topsport, als je echt heel moe wordt, tenminste bij meisjes, dan word je echt veel sneller een beetje melig en dan ga je een beetje meer lachen. En dan hebben we wel echt hele leuke momenten gehad ook, Ja, dat zie je ook, want we hebben ook wel echt ontzettend veel slappe lach gehad. Ik weet echt, soms zonder zo'n berg stond echt in -10 en sta je erbij uit de broek te lachen. Ja. Nou, ik vond het bungee jumpen het echt het allerzwaarste. Hoe ze echt uit mijn tenen komen. Nou, dat is ook mijn moment eigenlijk, want ik heb wel met mezelf afgesproken dat ik dat ooit een keer wil doen. Maar ik stond er en ik werd zo week in mijn benen en ik dacht echt, ik ga hier gewoon neervallen en dan hou ik dat ding tot op dit plankje beet. Maar ik denk, maar dan moet je niet... Ja, inderdaad. I can jump! Ik ga echt nooit meer. Nee, ik ook niet. Toen zeiden we ook tegen die jongens die opdrachten bedacht hadden van ja, het mag wel wat zwaarder allemaal, kom op. Want hadden we vissen vangen gedaan, nou, dat is niet fysiek niet zo heel erg inspannend. Nou, maakt koers maar hard, weet je wel. Dat hebben we ook wel geweten die laatste twee dagen. Die waren echt nog eens zo fucking zwaar. Ja, die waren echt zwaar, ja. De finale is natuurlijk ook wel een mooie uitdaging. Dat je dan echt beseft, ik sta in de finale en ja, dat wil je zo graag. Ik vind, als je zo lang, zo bijna een maand, elke dag fysiek bezig bent, daar heb jij natuurlijk veel meer ervaring mee dan ik. Ja, voel ik echt een soort helemaal geladenheid op het laatst, weet je wel. En dat, volgens mij barst dat ook wel helemaal in die laatste aflevering. Ik ben daar een beetje huiverig voor eigenlijk. Kom op man, je bent er bijna! Yes! Ik kan nog iets sneller gekund hebben, denk ik. Ja, ik vond het echt een heel mooi avontuur. En ook omdat je zo op zoveel mooie plekken bent geweest. En zoveel leuke dingen hebt gedaan die je anders gewoon niet zou gaan doen, zeg maar. De mensen eromheen, die waren echt super, zeg maar. En dus het was echt heel leuk. Echt, ja, mooi avontuur. Ja, ik vond het verschrikkelijk. Nee, ik vond het ook ik vond het geweldig. Ja, ik heb echt nog steeds dat me soms momenten binnenschieten of dat ik in één keer tegen iemand begin te vertellen van ja, dat was op Spitsbergen ook en dan het is gewoon mooi dat je daarmee gevuld bent eigenlijk. Alles bij elkaar is wel echt avontuur. Dit zijn ze dan, de drie finalisten van Expeditie Poolcirkel.